voedselzekerheid speelt daar ook in mee. Dus ik heb dus ook niet gezegd, het is morgen hebben we mesttekort. Maar de akkerbouw die waarschuwt natuurlijk niet voor niks daarvoor van wat gaat er op de langere termijn gebeuren. Dus ik zou de minister wel willen vragen of zij dit wel in gesprekken in Brussel zou willen meenemen. Die akkerbouwers praten geen poep, zal ik maar zeggen. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Ook dit was een dubbele interruptie. De minister. Dank, voorzitter. Uiteraard het belang van ook grondstoffen uit mest is ook onderdeel van mijn inzet. Dan kom ik nog bij een vraag van mevrouw Bromet over het mestplan. Waar ik aan refereer en waar hebben we het dan over? Wat is het mestplan? Het mestplan is de aanpak van de mestmarkt zoals ik op 13 september jongstleden uw Kamer heb geïnformeerd. Dat is nu het mestplan. Interruptie, mevrouw Bromet. Ja, voorzitter. Nou, dat is duidelijk. En ik vond eigenlijk ook wel, dat wil ik even markeren, het antwoord van de minister heel duidelijk. Dit is wat ik kan doen en de rest is voor de ondernemers. Dat is eigenlijk het mestplan. De minister. Het mestplan biedt heel veel verschillende oplossingsrichtingen. Waarbij er binnen die oplossingsrichtingen ook echt nog kans zit voor groei. En dat hangt ook af natuurlijk hoe de mestgezant en de bestuurlijk versneller, hoe goed dat op gang komt. Aan deze zijde is de urgentie wordt gevoeld en is alle energie erop gezet om al die verschillende punten uit de aanpak mestmarkt om daar maximaal werk van te maken. Ga de gang. Ja, dan nog even doorschakelen naar een vraag die ik ook gesteld had over het achtste actieprogramma. Want het staat natuurlijk allemaal met elkaar in verband. We hebben het over de korte termijn en de langere termijn. Hoe gaat de minister nou die doelen halen voor schoon water in 2027? En wat merken de boeren daarvan? Moeten ze dat ook zelf oplossen? De minister. Zoals gezegd, voor de termijn van het achtste actieprogramma, daarover is uw Kamer eind juni over geïnformeerd. En dat is een heel zorgvuldig proces om te komen tot een nieuw, een aanvullend actieprogramma. En inderdaad, dat is het achtste. Maar goed, dat worden door de Europese Commissie wordt ook van ons verwacht dat we iedere zoveel jaren met een nieuw actieprogramma komen. Zullen daar weer maatregelen in staan. En de mestmarkt en het mestplan, zoals dat op 13 september met uw Kamer gedeeld is, is vooralsnog vooral gericht op het mitigeren van de hoge druk op de mestmarkt. En daar waar het gaat met de maatregelen die gericht zijn op de waterkwaliteit. En dat hebben we ook in de evaluatie gezien. Dat er inderdaad nog een aantal, dat er nog doelbereik over is. Daarvoor zullen maatregelen landen in het achtste actieprogramma. En daarover ga ik de komende tijd natuurlijk de ex-ante analyse, die moet binnenkort worden opgeleverd daarover. En zal ik daar ook met de sectoren een zorgvuldig afgewogen proces gaan belopen. En niet alleen met de sectoren, maar ook uiteraard met uw Kamer. Dus daarover komen wij nog uitvoerig met elkaar te spreken op een later moment. Mevrouw Bromet had ook nog een vraag over de kleinere veestapel en of we dat taboe wil opgeven. Wat ik zei, een kleinere veestapel is voor dit kabinet, dat staat in het hoofdlijnenakkoord, dat is de opdracht die ik heb gekregen en dat is ook zo daarom in het regeerprogramma terechtgekomen. De krimp van de veestapel is wat mij betreft geen doel op zich. Dus dat is niet een doel van dit kabinet. Los daarvan een brede beëindigingsregeling. Daar hebben we ook met elkaar afspraken over gemaakt. Daar uiteraard, als er bedrijven zijn die zelf graag na een zorgvuldige overweging willen stoppen, dan maken we daar middelen voor vrij om dat mogelijk te maken. Dat is ook een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Maar het is geen doel van dit kabinet op zich. De aanpak van de mestmarkt,
We hebben natuurlijk afspraken gemaakt met de Europese Commissie. En die afspraken wil ik nakomen. Daar was ook het wetsvoorstel, wat volgende week in de Eerste Kamer behandeld wordt, opgericht. Wat uiteindelijk wel met een afroming van transactie van rechten. Wat daartoe leidt, ik vind dat een pijnlijke maatregel. Maar op het moment dat we voldoen aan de afspraken met de Europese Commissie, is uiteindelijk ook alle andere sporen die in mijn mesbrief beschreven staan, is de prioriteit waar wij volop inzetten. Interruptie van mevrouw Bromet. Ja, voorzitter, maar dat is voor nu. Want ik heb ook niet gezegd, krimp is een doel op zich voor dit kabinet. Krimp is de enige oplossing. En ik snap dat met de mestwetgeving het probleem nu tijdelijk wordt opgelost. Maar de minister geeft zelf aan in de beantwoording over het 8e actieprogramma dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. En komen er dan nog meer krimpplannen? En hoe zien die er dan uit? Want ik wil een beetje richting hebben over waar hebben we het nou over? De minister. Ik denk dat krimp op zich niet per definitie de oplossing is om te voldoen aan de doelen van de nitraatrichtlijn.